zijn in de tijd gegrepen. En wij, dat is een interkerkelijke stuurgroep, die zeiden van, luister eens, er is zoveel in dit land aan de hand. Wij moeten kijken dat we iets gezamenlijks doen op dat, als wij er straks niet meer zijn, de generaties na ons weet hebben van wie de levende God is. Met name ging het ons om het, laat ik maar zeggen, het reformatorische, dus uit de reformatie voortkomende protestantisme in al zijn breedheid. Gaat fileren in de zin van dit moet precies zijn zoals de belijdenissen van de kerk zijn, dan heb je de bedoeling van de credo-tekst niet begrepen. Maar we gaan niet in, als men vraagt aan ons, wat is uw geloof, dan gaan wij niet in de houding staan zo en dan zeggen we zonder aarzelen met de punten en de komma's erbij, de geloofsbelijdenis van Nicea of het apostolische model. Nee, we proberen dat in onze eigen woorden te zeggen. Dat hebben we met de credo-tekst gedaan.